Ik heb slecht nieuws, dames en heren. Ik ga hem verkopen. Wat ruik je naar bier heen? Hey! Oh, dat hebben jullie nog niet gezien. Hier gaan we heen vanavond, toch? Waarom staat hij hier? Deze een eekhoorn binnen in zijn zak zitten. Om een rijdende vuilnisbelt op te vouwen. Ruimen. Wat? Opvouwen wordt lastig, maar opruimen dat gaat wel lukken. Oh mijn god. Wow, er komt gewoon een hele vuilniszak aan vuil uit mijn auto. En een slagvlegel. Oh, ik moet oppassen dat ik niet door de vuilniszak. Snapte jij hem nou? Laat weten in de comments, hier beneden. Niet hier beneden, maar in de comments. En nu die schoon is, is het ook tijd om op pad te gaan. Ik ga even kijken of mijn opa en oma thuis zijn. Ga ik even op de koffie, die heb ik al 4 weken niet gezien. 3 weken. Dat is veel te lang. En dan ga ik lekker eten bij mijn ouders. Als het goed is, moet ik ook nog even uit zijn nest trekken. Die wilde chillen, maar die heeft volgens mij veel te veel gezopen. We gaan het wel weer zien, we gaan op pad. Slecht nieuws, dames en heren. Ik ga hem verkopen. Hij gaat eruit. En dat is eigenlijk helemaal geen slecht nieuws. Het is eigenlijk heel goed nieuws. Want deze gaat eruit. Kijk eens naar de kilometerstand. Even kijken. Staat hij in beeld? Jazeker. Rechtsonder. Wat staat er? 162.000 kilometer. Ik heb deze voor een hele mooie prijs kunnen kopen toen hij 110.000 kilometer heeft gereden. Dus kun je nagaan hoeveel ik er al op heb gezet. Maar die bodykit is natuurlijk besteld. De white bodykit. En dat wordt zo'n project dat ik wil gewoon een andere RS6, wel dit model, niet de nieuwe, de C7, in het zwart dan weer, zoals ik hem vroeger had. En dan full option. Deze mist een paar opties en die kilometerstand, ja, we gaan natuurlijk ook tunen. Hoeveel pk, dat wordt echt belachelijk. Fucking vet. Als je zo'n projectauto hebt, moet die gewoon helemaal kloppen. En ik ga er zo'n project van maken, het moet tip top zijn. Dus deze gaat eruit en dan komt er een nieuwe voor terug. En dan denk je dat deze natuurlijk luid is. Het kan nog gekker. En dat gaat zeker gebeuren. Dus hou het in de gaten. Zeker het abonneren waard. Komt er allemaal aan. En anders niks. Hi. Is Okke jou wakker? Nee. Nee? Ga maar naar hem toe. Ik zou met hem chillen. Ga ik hem wakker maken? Ja. Your soul is mine. Okke. Het is 3 uur 's middags, pik. Nou, van jij maar ook. Wat ruik je naar bier heen? Zo, ik ben naar een rat heen. Je hebt ook een drank op je. Lekker die bek, zo lekker die flits in je muil. Je hebt geen licht hier, of wel? Ik heb zo meteen een verhaal voor jou heen. Zit er geen minst balletjes in? Of balletje. Wat dan? Wat dan? Omdat ik vannacht niet heb geslapen. Nee? Nee, ik ben de hele nacht wakker geweest. Hoe laat ging je naar bed? Ik was, laat was ik thuis weer. Hoe laat was je thuis? Ik denk een uur of vier, half vijf. Ja. Maar vertel het zo meteen. Ja, is goed. Is buiten de vlog om zeker. Ja. Ja, dat dacht ik al. Zo, leef je maat? Een soort van. Moet je gordijnen open of is het nog dicht? Ja, doe maar open. Ja. Hoppa. Hier zijn ook in je tuin aan het werk, kijk. Oh joh. Ze zijn allemaal grind aan het storten. Ja, Jor staat al grind te scheppen hoor. Ik stond vanochtend stenen te gooien bij de kraak. Ja? Dus ja. Je bent er wel uit geweest nog? Ik moest wel. Oh, ik lag zo lekker. Ja, maar jij had zelf gevraagd om hem te chillen. Ja. Weet je dat nog? Ja, dat weet ik nog. Ik denk, kon je me halen. Want anders ga je even wakker worden, ga ik er even bij opa en oma langs. Je bent er letterlijk toch hiernaast, dus... Ja, goed. Een wekker om 3 uur gezet. Ik weet niet eens waarom. Was het een geslaagde avond? Of dat niet? Ja, dat is een geslaagde avond, ja. Ja, doel bereikt. Ja, een soort van wel, ja. Een soort van wel, ja. Nou, ik hoor het straks wel. En lekker opfrissen, dan ga ik mijn telefoon naar, ja. Ga lekker chillen. Hé,
even grote Big Smelt als we goed gekomen zijn. Ik vind het ook zo mooi, die onkuur. Waar ligt hij nog te stinken in zijn nest, joh. Ja, letterlijk, want er komt een walm uit jouw kamer, maat. Ja, gast. Met poep lopen smijten hier, ben je een aap. Ja. Ja, wat scheelt het? Wat scheelt het? Verstrooide. Kijk, zie je stak. Ja, echt. Tijn is verstrooid. Tijn is verstrooid. Even kijken hoor, even kijken. Achterdeur staat open. Ik zie leven in de keuken, loop al even om. We zijn hier met de tuin bezig. Hoe is het dan? Hey! Oh, dat heb ik jullie nog niet gezien. Opa is op de tuin zeker? Opa, vergadering. Een vergadering van de biljart? Ja. Wat dan? Een van de tuin. En die zei al gisteren, is het dom geweest, heb ik gehoord. Heb jij hem gezien? Ik zei, nee, ik heb nee, ik was gisteren even bij... Bij Okke was ik ook. Is het een gebak met koffie? Ja, lekker. Ja. Doe maar. Zo, koffie heb ik ook al lang niet op, hè? Al week ook niet. Ik zat er. Gebak ook niet, denk ik. Die doos leeg te schrappen. Ja, lekker. Lekker snoepen, joh. Hé, hey, Don. Ja. Wanneer ben je thuis gekomen? Eergisteravond. Geweest, zeg. Heb je het allemaal gekeken, ja? Echt niet normaal, Don. Is vet, hè? Ja, heel blij dat ik het allemaal mag meemaken. Maar joh. Is zo pas zo terug, of... Nee. Nou, oh, ik kom van de week nog wel nog een keer langs, joh. Weet je, jammer is wel bakkie. Ja, maar ik bedoel... anders zou ik even nog langer wachten voor opa, toch? Maar... Kijk, je wordt altijd gelijk vet gemest, hè, bij oma. Koffie, ja. Taart, helemaal goed. Het is dan wel dat je ons goede genen hebt gegeven, want... Ja. Ik wil eigenlijk ook gewoon obesitas te hebben. Ja, precies. Hey, Don, waarvoor hebben we geen geluid, hè? Omdat ik hem op pauze heb gezet. Ja. Oma en Nick, die hadden het erover dat ik zei, ik heb de laatste tijd heel veel Boney M geluisterd en Wham. En zoals de meeste van jullie weten, die een beetje de vlos in de gaten houden, hou ik echt van oldschool muziek. Ben ik helemaal fan van, 70, 80. Maar van Boney M, die groep, kende ik eigenlijk nog helemaal niet zoveel. En van Wham alleen kerstnummers. En nu zitten we dus Ma Baker te luisteren van Boney M en The Rivers of Babylon. Is mooi, ja. Maar hoe oud was jij in de jaren 80? De jaren 80 dan? Ja, maar dit is nog 79 dit. Ja, nou, wij gingen in de jaren 80 gingen wij naar Duitsland. Inderdaad, 78, 80. Toen was echt bloedpopulair. Wacht, jij komt uit? Jij komt uit 42? 40. 40 kom je uit, hè? Dus was jij 39? In 79. Ja, dat klopt. Ja, jij hebt gefeest nog tot een beetje 55ste of zo, toch? Gewoon mee met de kids altijd. Met mama. Nog langer. Ja, nog langer. Ja, best wel langer dat we met z'n allen naar Noordwijk gingen. Ja, inmiddels, ja. Altijd feesten, hè? En dan was jij bijvoorbeeld 60, ja, toch? Dan legden ze jou nog op tafel en het springen, ja, toch? Ja, zo erg was het ook. Nou, ik heb verhalen gehoord, hoor. Ja, ja. We hebben het allemaal niet van een vreemde, de kleinkinderen. Ik wil niet verder vertellen. Ik met je moeder. Ja. Bij Deurtje in Noordwijk, echt bizar. En Noordwijk gingen jullie vaak heen, hè? Je moeder zei ze op een gegeven moment, kruip over die bar en dan ga je die kant eraf en krijg je een biertje. En ik deed het. Mijn moeder zat mij echt op de hits, hoor. Ja, dat is toch helemaal goud? Toen de tijd zei ze dan, oh ja, zijn zeker zussen, want ja, oma was dan super jong en mijn oom was een jaar of 17. Toen mocht nog suipen, toen kwam nog zo'n club binnen, zo'n tent. Dat was gewoon vanaf 16 natuurlijk. De goede jaren. De kroeg die heette toen een Deurtje. Die eigenaar die had duiven en opa had ook duiven. Dus die kwam regelmatig bij ons. Dus dan zei hij, geef die meid eens een biertje daar zo. Oh kijk, dat is helemaal mooi. Netwerken. We waren aan het gratis te drinken. Ja. Op een gegeven moment zeiden we zelf, ja, doe maar voor. Dus, nee, is van Fred Muizer. Geef hem maar een biertje. Nou, we zaten heel aan het doen. Om ze helemaal tappie te worden. Ja. Maar ik heb dus volgens mij in die tijd of zo, was volgens mij is maar 15 cent of zo, hè, uit een vat een biertje omgerekend in. Nou. Ja, nee. Inkoop is super goedkoop voor kroegen. Dat biertje, hij zei toen tegen Joop, dat biertje kost hem 7 cent inkoop. Jezus, 7 gulden cent. 7 cent, hè? Dat was geen euro nog. Ja, ja, gulden cent. Maar dat is toch bizar? Maar ook nu toch kroegen ook, die verdienen knijtshard op bier. Je zet een vat eronder. Nee, nee joh, Fred, dat vinden we vervelend hoor. Zegt hij, joh, zo niet. Dit als je de 10 drinkt, dan heb je 70 cent pas. Hij zegt, het kost maar 7 cent inkoop, neem maar lekker een biertje. Nou, we gaan even lekker Boney M luisteren, ja, maar top. Even luisteren. Ja, koffie, hè? Ja, die wordt koud, ik ga het opdrinken. En dat is een leuk stuk, ik heb ook gewoon. Ja, goeie lekker. Hier gaan we heen vanavond ook. We gaan naar een zuipfeest hier in het dorp verderop. Ja. Helemaal leuk. En dit zijn de stages. Jackie's verjaardag, de hotspot en de G-spot, de turbopolyp. De turbopolyp! Fuckin' we gaan met al die gasten gewoon lekker uit het dorp. Die heb ik ook veel te lang niet gezien. Binnen de afgelopen weken ben ik zo druk geweest dat ik heb heel weinig iedereen gesproken. Ik denk 3-4 weken of zo.
Dus stuur net in de groep, zeg, wat is, komen jullie even bij buurten vanavond? Nee, we gaan naar een suipfeest, ga mee. Nou, ik ga gewoon mee en anders niks. Okke gaat er natuurlijk ook heen, het halve dorp gaat erheen. Heel veel bekende gezichten daar, denk ik. Maar er zijn 3500 kaarten verkocht, dus ik denk dat het wel echt dikke chaos gaat worden. Maar het wordt super vet, joh. Even bijlullen straks, gaan we ergens indrinken en dan gaan we naar, ja, naar dat feest. Nee. Maar eerst moeten we iemands verstrooide fiets ophalen. Of iemand die verstrooid is een fiets ophalen. Ja. Die hebben lekker fiets ergens laatst aan vandaag. Ik weet niet of die op slot stond, dus misschien is hij wel gerad. We gaan het zien. Okkel, waar staat hij? Waar hoort hij te staan? Hij hoort... Nee, is hij gewoon weg? Is hij weg? Nee, hier staat hij. Hij staat er. Ja. Dit is hem, ja, toch? Ja, dit is Luk hem even hier zo. Ja. Waarom staat hij hier? Ja, omdat we eerst bouwden we daar naar binnen. Dus ik zet hem hier net, gingen we naar Kiki en toen op naar een Nobel. Dat standaard is wel veel zin, hè? Wat je had iemand ook zo neergezet. Ja. Dankjewel voor degene die hem zo neergezet. Je hebt hem niet zelf neergezet hier? Nee, ik had hem hier eens neergezet. Hier? Ook is echt zo'n guy die thuis komt, die gaat niks vertellen dat je het vraagt. En dan heeft hij ineens een eekhoorn binnen in zijn zak zitten of zo. Ja, je hebt hem nodig, hè, vanavond, maat? Ik heb hem nodig vanavond. We gaan helemaal naar de ratten weer. Helemaal top, ja. Je gaat gewoon doorzetten, hè? Ja. Inkakkers bijpakken. Zo is het. Nou, inlaaien die handen. Hoppa, jongen. Maar één iemand moet wel heel kut gaan zitten, man. En dat is Jorg. Dat gaan jullie doen. Ja. Schoot bij elkaar. Of schoot. Is niet handig. Niet een random boner krijgen, hè, is incest. Nee, ja, ik pas die op, want... Ook heb het al druk genoeg gehad vanaf, volgens mij. Zeg dat maar niet. Zolang ze niet weten wie het is. Nee, maar dat vindt zij. Ah, kom maar. Jezus. Lekker, en je hoofd weghouden bij het raam. Je hoofd weghouden bij het raam. Ja, kijk, dat is top. Nou, dit schoot wel lekker op. Het is lekker voor als je een kater hebt, jongen. Schoot wel lekker op. Schoot wel lekker op. Club Tropicana drinks are free. Hoort het nog? Ik zie het. God, het is druk hier. Dat is weer een boete minder. Ja. Dom. Ja, ik zal wel zelf weg terug naar het politiebureau. Dan gaan we naar het politiebureau, hè. Ja, een beetje andere kant op. Ja, hoe moet je het nog? Ga een keer wel daar dan. Ja, ja. En maar waarvoor kan je een boete geven? Want jullie hebben een gordel vast. Ja, jongens, moeten wel, jongens. Daar langs. Ja, we horen het wel weer als mocht er wat gebeuren. Ja, verstoppen. Verstoppen achter deze bodybuilder. Ja, je verstopt je. Als ook zo'n klein jochie met zo'n grote kont, dat hij zo hoog zit. Ja. Geloof jij het? Klopt niet. Ja, ook heb een heel klein kontje, maar het geurt als 10, hè? Mees! Ja. Yo! Kom je vanavond nou? Ja, ik denk het wel, man. Mees! Ik ken die godverdomme niet eens langs. Mees! Ik hoor niks. Oh! Mees! Ik had mijn geluid, mijn microfoon gedempt. Dit gaat even wat Oh, Marten, dat is gespendeerd hier. Zo, laat ik bel jou straks even terug, ja? Ik moet even je opletten, het is druk, ik moet omkeren. Is dat heel? Yo! Yo! Ja, is het hier? Ikke? Ja. Ja, maar ik kan maar één tegelijk. Ze lopen helemaal vast, maat. Hij rijdt door, dus niks aan de hand. Hij ziet mij niet, hoor. Ja, je ook doof het. Weet je, die gordels, je weet hoe het is, hè. Veilig. En nu weer eruit, hè? Ja, let's go. Geen random... Nou, dit gaat tot nu toe. Gewoon best. Ja, ik heb maar één fiets. Hoe was je stoel? Hoe was je stoel? Ah, kut. Nee, piemel. Leuk feitje trouwens. Ik heb ook ooit in dit huis gewoond. En hier wonen mijn ouders. En we hebben toen, dan denk je, ja, waarom zou je een paar meter verhuizen? Die paar meter, wat maakt dat uit? Nou, dat was huur en dat kon je niet kopen. Mijn ouders wilden op zich een koophuis. Dus vandaar dat ze deze hebben gekocht. Zo, was even gezellig met die gast, die zie ik vanavond. Ga ik even eten bij mijn ouders. Babo! Eten! Zo, even iets voedzaams. Lekker hoor, ma. Zo, ik ben benieuwd hoe jij het gehad hebt in de Pyreneeën. Het lopen voor je diabetesfonds. Nou, het was niet in de Pyreneeën, het was in Noord-Spanje wel. In het gebied Soria. Ja. Overweldigende natuur, geweldig. Hoeveel kilometer moest jullie elke dag lopen na? Nou? Elke dag 16 kilometer met 500 meter hoogteverschil. Dus we gingen 's morgens 8:30 weg, 7:00 aan het ontbijt. En we kwamen rond tussen 4 en 6 terug. En dan 8 dagen lang? 6 dagen. Vet hoor. En hoeveel geld is in totaal opgehaald door jullie? 24.000 euro. Zo. Voor de Bas van der Goor Foundation. En heeft de hele groep het uitgelopen? Iedereen heeft het uitgelopen. De een liep het wat sneller en die maakte soms wat extra kilometers. De andere deden er wat langzamer over. We kwamen altijd weer bij elkaar als groep. Maar Don, het was zo gaaf. De groep was echt geweldig. Zoveel herkenning ook onderling. En ik ga ook binnenkort met een paar meiden gaan we ook op stap met elkaar. Dus dat... Zuipen.
Nou, drie jonkies, drie oudjes, dus... Ja, dus jullie gaan in Kistrecht. We gaan naar een festival, ja, echt. Ja. Leuk. Nou, dan gaan we even lekker eten en dan gaan we even de verhalen aanhoren van jou. Want daar ben ik heel benieuwd naar. Zo, en dan nu is het tijd om... Feesten! Sexy motherfuckers! En Davy, laat je blote billen zien! Ah, je zijn niet bloot, hè, maat? Je zijn niet bloot, hè? Was er eens? Hoe kom je aan het pitten? Welkom bij de nieuwe vlog van Don Deon. Dat is vlog 400.000. Ik ben heel erg trots. Zo, dat was weer een topdag met de maten, met de familie, gezelligheid, met zoveel mensen bij zitten kletsen. Gezellig feestje gehad, lekker de hele avond met deze stages aan dansen. Was top. Ik hoop dat jullie meegenoten hebben van deze vlog. Houd het allemaal in de gaten. Morgen om 5 uur een nieuwe vlog. Dan ga ik zeggen wat ik altijd zeg. En dat is een anus. Kan niet ver uitrekken. Brian Blussel. Oké, deze moet je even naar beneden trekken en eruit halen. Zo, ja.